En hier wordt hij gemaakt voor de 100ste Vierdaagse. De speciale editie van de Donald Duck. Frans, je bent een chef art bij de Donald Duck. Ja, dat klopt. Ja, dan vraag ik natuurlijk, hoe word je chef art bij de Donald Duck? Nou, je begint met heel veel van strips te houden, veel te lezen. Want het is toch een stripblad waar je niet met kunstacademie komt. Het moet echt uit interesse voortkomen. En dat heb ik ook veel gedaan in mijn leven. Strips gelezen en vooral Donald Duck gelezen. En op die manier krijg je toch wel verstand van strips. Hoe je vertelt, hoe je grappen maakt, hoe het getekend wordt. Dus ik ben daar gewoon in gegroeid. Wat zien wij in de speciale Vierdaagse Donald Duck? De kerk, Groesbeek en een korenmolen hebben we. Wat ook altijd heel mooi is in de Waalbrug, uiteraard. Ja. Want dat is toch zeg maar, het gezicht van de Vierdaagse. Waar halen jullie inspiratie vandaan? Nou, we kijken elk jaar van wat is de voorspelbare actualiteit voor een jaar. Zo noemen we dat dan. Dat was bijvoorbeeld vorig jaar het Van Goghjaar waar je bij aan kan haken. En we hebben vorig jaar bijvoorbeeld ook 200 jaar de Slag bij Waterloo gehad. Waar we op aan konden haken. Voor volgend jaar zou zomaar Mondriaanjaar kunnen worden. En dit jaar was dat bijvoorbeeld de Vierdaagse die zijn 100ste editie had. En dat vinden wij dan mooie onderwerpen om bij aan te haken. Want 70% van onze verhalen maken wij zelf. Die komen niet uit Amerika, maar die komen gewoon uit Nederland. Dus vandaar dat we ook altijd op zoek zijn naar lokale onderwerpen. Ja. Die namen, wordt daarover gestoeid? Zeggen jullie dan bijvoorbeeld... Nee, het moet Breimegen zijn. Nee, zegt de ander, het moet Eimegen zijn. Is dat een discussiepunt? Dat is wel een discussiepunt, maar meestal heeft het te maken met vogels of dieren. Dus als je tussen Breimegen en Eimegen, ja, dan ligt het voor de hand dat het Eimegen wordt. Dus ja, dus Vierdaagse, Veerdaagse zou ook kunnen. Hè? Dus, ja. Hoe is het idee van die cover van de Vierdaagse ontstaan? De cover ging natuurlijk over de Vierdaagse, wandelen. En het eerste waar ik aan moest denken is blaren. En, een probleem waar heel veel wandelaars mee te maken hebben. Dus daar ben ik mee van start gegaan. Nou, dan moet het natuurlijk een grappige situatie worden. En toen heb ik dat voorstel aan een aantal mensen laten zien, redacteuren hier. Die vonden het een leuk idee. En toen ben ik gaan schetsen en... Na die schetsjes weer door verschillende fases zijn gegaan, is dat het geworden wat het is. Nou is die burgemeester, daar hebben jullie een vak van gemaakt. Dat hebben we zonder bijbedoelingen gedaan hoor. Burgemeesters zijn bij ons om een of andere reden vaak varkens. Want burgemeesters zijn wat forser gebouwd en ze hebben een beetje iets theatraals. En dat komt heel goed tot z'n recht bij een varken. En het heeft iets lachwekkends. Dat is ook altijd wel fijn om het gezag een beetje te prikkelen. Maar het is, er zit geen bijbedoeling bij. Hoe actueel is de Donald Duck? Nou, we kunnen niet heel erg actueel zijn, want we hebben een doorlooptijd van een maand of drie. Want alle verhalen worden met de hand getekend en ingekleurd. En het moet ook eerst geschreven worden. Dus we kunnen niet echt actueel zijn. Maar daarom proberen we in te haken op die voorspelbare actualiteit. Dus dat we weten van volgend jaar Mondriaanjaar gaan we daar iets aan doen. Maar echt actueel, dat kan niet. Nee. Is het een humoristisch verhaal geworden of is het een leerzaam verhaal geworden? Het is, ik denk beide. Het is, dat proberen we eigenlijk, hè, want je wil toch de achtergrond van Nijmegen neerzetten, uitleggen wat de Vierdaagse is. Maar het moet niet te belerend worden. Eigenlijk moet je het zijn de dingen die je moet oppikken terwijl je het verhaal leest, zonder dat je door hebt dat je iets leert. Dus het is vooral een avontuur geworden met een soort suspense, waar gaat het heen en veel grappen onderweg. Mag je een tipje van de sluier oplichten? Hoe verloopt de Vierdaagse voor Donald Duck? Nou, in het kort is het zo dat er is een discussie tussen Eimegen en Duckstad. Wie de eerste Vierdaagse gelopen heeft. En men vermoedt dat ooit een Romein is geweest. Hè? Nijmegen is tenslotte gesticht door de Romeinen. Eimegen toevallig ook. En om dat te bewijzen moet Donald in een harnas, een Romeins harnas, de Vierdaagse gaan lopen. Nou, de Vierdaagse is natuurlijk al een heel zwaar wandelevenement. Donald is ongetraind. Die moet ook nog eens een keer een harnas aan. En om te bewijzen dat een Romein echt die route heeft gelopen, moet hij ook nog eens een keer Romeins voedsel eten. Dus hij heeft het verschrikkelijk moeilijk. En je moet zelf maar lezen hoe dat afloopt. Het is wel een vermakelijk verhaal geworden.